De beoogde basiself van FC Dordrecht zaterdag in eigen stadion in actie. Tegenstander is Al-Qadshia uit Saoedi-Arabië. En het thuispubliek dat op de Noordtribune en buiten beeld op de Oosttribune zit, ziet dat de club prima start. Dit is namelijk na 10 minuten het eerste gevaar aan de linkerkant Joseph Amuzu, bereikt door Rocco Robert Schein. Amuzu ziet daar Schein op de rand van het 16 meter gebied, gaat hij schieten en schiet daar op de paal. Gelijk een grote kans voor FC Dordrecht, dat dus goed aan de wedstrijd begint. Middenvelder Tabiri teruggeven naar de centrale verdedigers. Dat zijn Yannis Mbemba en Sam Valk. Daar is Joep van der Sluis. Ziet aan de rechterkant bek Leo Seydou opstomen. Seydou geeft daar een lage voorzet. Kan Devin Haan daarbij? Ja. Maar daar is ook Koen Kasteels, Belgisch international. Zorgt ervoor dat Haan nog niet zijn eerste voor FC Dordrecht kan maken. Valk, die als centrale verdediger veel aan het begin staat van de Dordtse aanvallen. Ik zie daar aan de linkerkant Amuzu wederom vrijstaan. Amuzu gaat daar heel makkelijk zijn tegenstander voorbij. En dan, daar is daar Van der Sluis. Die moet de 1-0 scoren. Maar mikt hem naast, schrikt daar misschien wel van zijn kans. En zo blijft het dus nog 0-0 aan de Kromme Dijk. De bekendste naam bij Al-Qadshia is toch wel Pierre-Emerick Aubameyang. De spits die voor onder meer Borussia Dortmund en Arsenal uitkwam. Nu wat minder sprankelend dan in zijn jonge jaren, maar voetballen kan hij nog wel. Krijgt hij dan hier de kans na een prima aanval door het midden. Aubameyang strandt daar op Liam Bossin, die prima uitkomt. En de voormalig topspits dus van scoren afhoudt. In de eerste helft wordt er niet meer gescoord, maar ook na rust heeft FC Dordrecht de betere kansen. Dit is een aanval over rechts via Kwame Tabiri naar Corridi Osendina, de Feyenoord-huurling. Zo te zien afspeelmogelijkheden op links, maar Osendina besluit zelf te schieten met rechts. En dat was misschien niet de verstandigste keuze. Een corner dan voor de thuisploeg met ruim een uur op de klok. Joep van der Sluis gaat hem nemen. Bal is daar vrij lang onderweg. Komt daarbij Valk. Die bal belandt nog op de lat. En daar is bijna nog Devin Haan in de rebound. Maar Valk dus op merkwaardige wijze eigenlijk wel over de doelman heen op de lat. Linksback John Hilton met de inworp daar naar spits Devin Haan. Devin Haan blijft daar aan de bal, knap gedaan. En kan dan Joep van der Sluis wegsturen. Moet daar zijn directe tegenstander afschudden en schiet met succes. 1-0 voor FC Dordrecht en dat is gezien het speelbeeld natuurlijk verdiend. In de eindfase gaat het nog wel eens mis, maar daar is hier zeker geen sprake van. Overtuigend afgerond van Van der Sluis. Topscorer van de voorbereiding bij FC Dordrecht met 4 treffers. En de Gelderlander helpt zijn ploeg dus ook aan de voorsprong in dit oefenduel. Kan Al-Qadshia in de slotfase nog gelijk maken? Dan moet het misschien nu wel gebeuren met deze snelle, behendige nummer 7. Is daar Mbemba kwijt? Is daar Valk kwijt? Kan hij dan schieten? En daar is opnieuw Bossin die prima zijn doel uitkomt. Wordt daar ook nog wat gehinderd. De speler zelf wil een penalty, maar die krijgt hij niet. En zo lijkt het grootste gevaar voor FC Dordrecht deze wedstrijd wel geweken. En dan zit het er inderdaad op. FC Dordrecht lijkt met deze beoogde basis zelf klaar voor de seizoenstart van de keukenkampioendivisie. Komende vrijdag bij FC Emmen. Aan de Kromme Dijk wint de ploeg door een goal van Joep van der Sluis een kwartier voor tijd. Met 1-0 van Al-Qadshia.